Peter Houtman, gisteren was er feest, want je bent 20 jaar speaker bij Feyenoord. Toen je daaraan begon, had je gedacht dat je dat zo lang zou gaan doen? Nou, ik ben er met geen enkele intentie ingegaan. Nou, ik zie het wel, want ik weet nog goed dat Sjaak Troost me toen de tijd vroeg namens Feyenoord. Joh, Peter, wil je? En ik weet nog hoe ik daarop reageerde. Van, joh, je denkt niet dat ik als een of andere dorpsidioot ga staan te grillen. Nee, zei hij, gewoon de manier zoals wij jou kennen. Hè, want ik kon Sjaak natuurlijk ook vanuit het voetballen. Ik zeg oké, heb ik er even over nagedacht. Nou ja, laat maar eens kijken waar het schip strandt. En dan ben je 20 jaar verder. Ben je er ook weer een beetje de oude? Want dit jaar was natuurlijk ook wel jouw jaar waarin je even geconfronteerd werd met een niet zo heel leuk feit rondom je hart. Nee, het was uiteindelijk, om lang verhaal kort te maken, een hartaanval. Waarvan iedereen zegt, hoe kan dat nou? Hè? Noodgerookt, noodgedronken, altijd gesport. Maar je ziet het, je kan het geërgerd hebben van stress. Maar ik voel me nu weer helemaal perfect. Ik voetbal weer, ik tennis weer. Dus eigenlijk voel ik me wel weer goed, joh. Jouw jubileum gisteren was tijdens Feyenoord NAC. Uiteindelijk, ja, na een wel aardige tweede helft, een wat moeizame eerste, een 4-2 overwinning. Het is toch een beetje discussie aan het worden, Peter. Feyenoord staat derde na 4 wedstrijden, maar zijn ze nou een serieuze titelkandidaat? Ja, je moet daar heel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Want kijk, zolang je, en daarom ben ik al blij dat ze in ieder geval die wedstrijd winnend hebben afgesloten. Evenals vorige week moeizaam tegen Heerenveen. Maar je haalt de punten dan in ieder geval binnen. En dan heb je niet, zoals vorig jaar eigenlijk al gebeurde, rond de winterstop eigenlijk al een onnavolgbare achterstand te pakken. Dus ja, ik ben blij dat ze de punten pakken, maar het is nog niet je van het. Want laat ik wel zijn, oké, ik mag dan Feyenoord zijn, maar zeker omdat je het natuurlijk zelf allemaal hebt meegemaakt in de voetballerij. Ik blijf wel gewoon nuchter en bekijken hoe het met Feyenoord vergaat. En dat is, ja, helaas moet ik dat wel eens zeggen, niet altijd even mooi. En waar zit het dan in? Waarom is het nu niet even mooi allemaal bij Feyenoord? Ja, nou kijk, als je nu ook weer ziet, hè, het moet toch vaak weer van, terwijl de andere jongens ook de stinkende best doen, maar van Persie en Berghuis moet het komen. Als je dan ziet een jongen als Larsson, dan denk ik bij mij, hij is toch een van de creatieve spelers, maar op een of andere manier komt dat er nog niet uit, heeft hij het nog niet kunnen laten zien. Moest gisteren ook weer jammer genoeg vervelend van het veld af. Hè. In de rust, hè? Hij heeft zijn lijden verlost. Ja, misschien moet je dat zo wel noemen. Hè. Dat vind ik heel sneu van die jongen, want hij heeft best mogelijkheden. Maar het moet er een keer uitkomen. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt in mijn eigen voetbaltijd. Maar ook in al die 20 jaar ook. Zoveel jongens die met zo'n, hoe je het ook noemt, toch een kuipsyndroom of wat dan ook zitten. Ik hoop het niet voor hem, want we moeten toch verder. Hoe zit jij erin, Peter, als voormalig spits van Feyenoord, voormalig spits van het Nederlands elftal ook nu, aangaande Robin van Persie, die nu al 3 wedstrijden op rij 90 minuten heeft gespeeld. Het Nederlands elftal komt nu bij elkaar, maar hij zit daar niet bij. Zou hij daar nog voor in aanmerking moeten kunnen komen? Kijk, hij is natuurlijk op leven, laten we eerlijk zijn. Hij kon eerst nog niet de volle 90. Je zegt net, hij heeft de volle 90 minuten gespeeld. Zou dus een mogelijkheid zijn. Kijk, qua creativiteit, qua ervaring zou die ongetwijfeld nog altijd passen in het Nederlands elftal. Maar misschien wil hij zelf niet die extra belasting wel hebben, dat weet ik niet. Maar ja, qua persoon, qua voetballen, natuurlijk zou hij erin passen. Zullen we in stijl afsluiten? Zoals jij altijd afsluit als je speaker bent in de Kuip? Twee woorden maar gebruik jij altijd. Ja, dat weet ik ook wel. En ik wens iedereen wat dat betreft. En ook nog allemaal bedankt, hè, voor alle mooie woorden en cadeautjes die ik heb gekregen. Ja, ik zou zeggen, graag weer tot de volgende keer. Ja, maar wat zeg je nou altijd als het klaar is? Ik weet wat je bedoelt. Doei, doei!